Wie kent van jullie Rocky? Wie kent Rocky? Rocky, oh, geweldig. Rocky is een van mijn favoriete idolen van vroeger. Ik heb al zijn films gezien. Daarna zijn Rambo films, ken je misschien ook wel. Maar Rocky, die is ooit eens begonnen, hè, Sylvester Stallone, hè, is ooit eens begonnen met een idee. En hij had een idee en hij wilde een film maken. Maar ja, Rocky zijn film maken. Als hij vier woorden achter elkaar zegt, dan is het al wat moeilijker, zeg maar. Hè? Maar met alle respect voor Sylvester Stallone. Maar dat idee, dat had hij en dat wilde hij uitvoeren. En toen is hij met zijn script onder zijn arm, is hij gaan lopen en gaan lopen en gaan lopen. En alle filmproducenten in Amerika zijn langs geweest om zijn idee te promoten. En niemand zag er wat in. Dus ja, een acteur als Sylvester Stallone, als hij wat gaat vertellen, dan is het publieke man na vier minuten kwijt. Maar hij had zijn lijf mee. Hij had zijn kop mee en hij had een idee. En uiteindelijk heeft hij gratis en voor niks heeft hij gezegd, joh, voer mijn idee uit, maak er een film mee en als het dan wat wordt, dan neem ik wel een beetje commissie. En dan doen we wel een beetje, weet je, maar beginnen als je wil. Eentje heeft dat idee opgepakt, die is ermee gaan beginnen. En wat een succes is dat geworden. Hè? Hoe rijk en hoe bekend en hoe beroemd is Sylvester Stallone geworden. En alles begint met een idee. Alles begint met een gedachte. En als je dat weet, en als je weet hoe je dat moet toepassen in je business, of in je relatie, of met je kinderen, of met je hond, of whatever. Man, wat gaat er dan veel gebeuren?